Een aantal kunstwerken zijn hier tentoongesteld. En bij die kunstwerken hebben we onder andere ook werken van Milos Hunk. Milos, waar haal jij je inspiratie vandaan voor deze kunst? Oh, moeilijke vraag hoor. Ik ben eigenlijk altijd bezig met de tijd. Dat is een heel belangrijk gegeven. De tijd van vroeger, de tijd waarin we leven, de tijd wat gaat komen. En dan zie je ook hier, zij is een meisje wat in de luwte van de tijd zit. Dus ja, is het uit te leggen precies in tijd? Nee, ze zit te wachten. Ze is toegewijd bezig met een elastiekje, heel eenvoudig moment. En zo gaat de tijd voorbij en zij wacht in het park en ze is toegewijd aan het zitten. Maak ik dat ook op uit het werk van jou? Als ik hier mensen zie aan een tafel zitten met z'n tweeën, een momentopname, leg je die dan vast als je thuis komt? Niet direct. Het zijn dingen die moeten beklinken, die moeten zinken. En iets wat heel lang heel tijd naar boven komt, dan weet ik, is een soort signaal, daar ga je iets mee doen. En ja, zo ontstaan de beelden. Dus aan tafel zie je dingen. Ja, als je het bewust doet, dan zie je die dingen ook. Als ik één schilderij daar, dan wil ik toch wel even eruit halen. Dan heb ik het idee dat het gesprek voor de jonge man, als ik hem zo even mag noemen, niet zo gunstig is. Omdat ze een beetje een indringende blik. Eigenlijk zijn het twee passanten. Ze lopen langs elkaar heen en laten elkaar alweer gaan. Zo zie je dat vaker. In een drukke stad, je moet je voorstellen, eigenlijk is het een drukke stad hieromheen. En ik licht er eigenlijk maar twee mensen uit die even langs elkaar lopen. Een blik. Even een blik. Jij hier op deze wereld en lopen alweer door. Ja, en ja, dat is eigenlijk wat ik zie. We zien elkaar daarna nooit meer in dit misschien leven. Misschien nooit meer, nee. En dat is, dan komt het element tijd weer. Wat is nooit of toeval? Ja, je weet het niet. Maar het interesseert me wel. En dan is er iets wat voorbij is. En misschien 10 jaar later denk je nog eens terug van hoe was dat dan 10 jaar geleden? Als ik het bijvoorbeeld zo formuleer dat ik zeg van nou een hoed, een snor, mm-hmm, een zonnebril. Mm-hmm. Zijn dingen waar je je achter verbergen kunt. Mm-hmm. Zeg jij van, daar blik ik doorheen? Nee, ik vind het ook goed dat mensen zich kunnen verbergen. Dat ze niet alles blootgeven. Daarmee maakt het juist interessanter. Dat je moeite moet doen om iemand te leren kennen. Dus ja, ik denk dat maakt jou nieuwsgierig? Ja, dat maakt me ook nieuwsgierig. Ja. En de ontdekkingstocht, waar voert die naartoe? Komt die ook weer ter uitdrukking in de schilderijen? De ontdekkingstocht naar waarom zich iemand verbergt, waarom dat die dit of dat. Ja, of het is dat gewoon, of het is het gewoon. Dat op zich zeg maar is al een thema waar je ja, heel lang mee bezig kan zijn. Ik bedoel, ben ik heel veel met klederdracht bezig geweest, maar de betekenis van al die rokken, niet van verbergen, maar al die betekenissen, die hadden ook weer te maken met een traditie. De betekenis hoe je je gedraagt, hoe je kleding draagt, hoe je bent op zondag, hoe je bent op maandag. Dat heeft allemaal met die kostuums te maken. En ja, dat zijn voor mij elementen die ik kan gebruiken bij het werk. Vind ik wel interessant, zijn geheimzinnig. En tegelijk, en ook vreemd nog voor mij, want ik bedoel, ja, ik heb geen klederdracht om me heen, maar kleding, zomaar kleding kopen, dat kan iedereen, maar die kleding die we toen droegen, heeft een betekenis. En ik wil dan weer een verlengstuk maken naar dat het leven meer is als alleen maar doen, het heeft een betekenis. En die betekenis, die kun je in waarde uitdrukken en daar ga jij zelf. Ja, met mijn beelden ga ik daar vorm aan geven. Dus niet zomaar doen we dingen. Mag ik jou hartelijk danken voor dit gesprek. Ja, heel leuk. Jouw openheid over kunst, hoe jij het ziet. Ja. Ja? En mag ik je vooral veel plezier wensen hier in de tuin bij Marjan van Weijden. De komende dagen waar jouw werk geëxposeerd wordt. Ja.